Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. I am free to live for you. Yes, I am free. I am free. I am free. I am free to run. I am free to dance. I am free to live for you. Yes, I am free. Yes, I am free. Free. Through your dim blind we'll see. Through your dim mute we'll sing. Through your dim dead we'll rise. Through you our hearts will praise. Through your dim darkness face. Through you my heart screams, I am free. Through you the battle's won. Through you I'm not afraid. Through you the prize is paid. Through you there's victory. Sunset's free, it's free indeed. Ooh, the sunset's free, it's free indeed. Ooh, the sunset's free. Ooh, the sunset's free, it's free indeed. Ooh, the sunset's free, it's free indeed. Welkom allemaal. Het thema is Free Your Mind. Het houdt min of meer in dat we los moeten komen van deze wereld die beheerst wordt door angsten, verslaving en andere dingen. Ja, jullie zijn gaan zitten, maar ik ga allemaal weer gaan staan. Want het is geen zitfeest, het is al gewoon nog steeds een jeugdkerk.
De mens is los van God. En de Satan die zet mensen tegen mensen op. Kinderen tegen hun ouders, ouders tegen hun kinderen. En Satan die is dus zijn uiterste best om iedereen aan zichzelf te binden. En dat doet hij bijvoorbeeld door jouw gedachten te beïnvloeden. Gedachten van ik ben niet welkom. Of gedachten van ik moet meedoen aan drugs, ik moet meedoen aan alcohol, ik moet meedoen aan de seks in deze tijd. Want als ik dat niet doe, dan hoor ik er niet bij. En de Bijbel zegt dan, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Jezus, die heeft ons vrijgemaakt, die wil ons vrijmaken, opdat wij waarlijk vrij zouden zijn. En niet meer in die gedachten van Satan, ons niet meer laten binden door de gedachten van Satan. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Wat doen al die spijlen hier? Waarom kan ik er niet uit? Heb ik mezelf vastgezet? Kan iemand me eruit halen? Kan u me helpen? De Heer Jezus is naar deze aarde gekomen. En die heeft zijn leven voor jou gegeven. Want hij wil dat jij in vrijheid leeft. Hij wil niet dat jij gebonden bent. En met hem ben jij in staat om elke negatieve gedachte los te koppelen. Te verbreken naar de Satan toe. En te geloven dat hij je lief hebt. En te geloven dat hij van je houdt. En te geloven dat je samen met hem wel in vrijheid kan leven. Dan vouw ik nu mijn handen samen. En dan vraag ik u echt met heel mijn hart of u me hier uit wil halen. En ik wil niet meer naar de gedachten luisteren. Naar de gedachten luisteren dat ik stom ben. En dat ik er niet toe doe. En ik wil niet meer alleen zijn. Ik weet niet of het verhaal van jou herkenbaar is. Maar ik weet wel dat er heel veel mensen worstelen. Met gedachten van negativiteit. Gedachten van een negatief zelfbeeld. Gedachten dat ze lelijk, dom en er niet uitzien. Maar Jezus wil graag dat we vrij zijn. En Jezus is hier naar deze aarde gekomen. Die heeft tegen zijn vader gezegd, vader laat mij gaan. Laat mij gaan en laat mij de straf dragen die de mensheid voor een verkeerde keuze zou moeten dragen. Laat mij die straf dragen. Ik wil mijn leven geven en deze mensen terugbrengen bij u. En doordat Jezus dat gedaan heeft, is het voor ons mogelijk om weer in intimiteit met onze schepper te komen. Weer in relatie met onze schepper te komen.